Ik heb het al eens eerder gezegd. Ja, die pauw die zit zijn vingertjes te branden. Aan een stuk onbenul daar bij dat barlaat. Die Sophie. Heb je weer gekeken? Gisteren. Ja, ik kan het soms kan ik het niet laten of ik val er per ongeluk in. En dan zie ik dat meisje daar gewoon. Nou, dat is dan zo gekleurd wat ze daar. Nou, gekleurd is het niet. Vooringenomen. En vooral het spat uit elkaar van de dommigheid. Dat is het gewoon. Die mag daar gewoon maar en ongestoord uit de nek zitten leuteren, zeg. Maar ja, hoe komt dat ook? Zo'n Sophie, die wordt natuurlijk omringd daar. Op die redactie, maar ook bij die BNN-Vara. Door alleen maar naar de peloton van deugdneuzen. Ja, en dat zit allemaal hetzelfde, de papegaaien. En als je dan niks anders hoort, ja, dan ga je dat ook maar nababbelen en dan ga je het ook geloven. En zij zit dus in de uitzending. Ja, het was een gevoelig onderwerp, hè, met Israël en Hamas en Hezbollah. Daar gaat zij dan eventjes vertellen dat Israël is alleen maar de schuld. Het ligt helemaal aan Israël. En die Hamas en die Hezbollah, dat zijn dus eigenlijk heilige boontjes. Ja, die doen helemaal niks. En Israël, dat is de grote boosdoener. Nou, en dat bleef ze maar op hameren tegen die mensen aan die tafel die ook allemaal niks zeggen. Van, Sofietje, kan jij even je kleine domme mondje houden? Nee, dat mag maar doorkwekken en doen. Ik bedoel, hoe kan zo'n mens, hoe kan zo'n meisje nou zo'n programma leiden, beste vrienden? Ja, zet die weg op de radio, 's nachts om 4:00. Dan hebben we er geen last van. Ja, of maak er klaar over bij een kleuterschool, of weet ik veel. Weg. En ik, oh zeg, nou... Oh, arme Jeroen Pauw.